Hoi, ik ga vandaag voor jullie een back to school look opnemen, de back to school look 2013. Ik doe dat elk jaar, ongeveer aan het einde van de zomervakantie, voor de jongere meiden, bezoeksters, die weer naar school gaan. Maar ik bedoel, het is voor iedereen leuk om te zien hoe je met budgetproducten gewoon een simpele look kan maken die geschikt is voor iedere dag. En ik heb hier bewust gekeken naar producten die niet al te duur zijn, die makkelijk te krijgen zijn. En laten we beginnen. Ik begin met de foundation en daarvoor gebruik ik de stick van Maybelline, de Fit Me Anti-Shine. En het handige aan deze stick is dat hij tegen glans werkt, maar ook gewoon, je hoeft hem niet overal aan te brengen. Je kan ook gewoon een beetje aanbrengen op de plekjes waar je denkt dat jij het nodig hebt. Dus een beetje om de ogen heen, over puistjes. Dus ik heb het niet over mijn hele gezicht, alleen over deze punten en dit smeer ik uit met mijn vingers. Nu neem ik een poeder, deze van Bourjois, en ik neem specifiek een poeder met een sponsje erbij, zodat ik hem mee kan nemen in mijn tas. Dat is handig voor je schooltas. Maar ik ga hem nu met een losse kwast aanbrengen en hiermee fixeer ik de foundation en de laatste stukjes glans haal ik weg. Nu ga ik oogschaduwbasis aanbrengen. Kan van elk merk zijn. Je hebt tegenwoordig ook van de HEMA en zo. En dit is zodat de oogschaduw goed op zijn plek blijft zitten. En als je verslaapt, dan kan je gewoon deze stap overslaan. Dat doe ik eigenlijk ook altijd. Als ik me verslaap, dan sla ik direct de oogschaduw over en ga ik gewoon verder met de mascara en eventueel een lijntje. Tijd voor oogschaduw. En ik gebruik dit doosje, de Big Eyes by Eye Studio Maybelline in Luminous Brown. En dit is eigenlijk een basic doosje met 4 tinten waar je gewoon een everyday look mee kan maken. Ik ga geen ingewikkelde kwasten gebruiken, gewoon het sponsapplicatortje. En ik begin met de highlighter onder mijn wenkbrauw. Voeg gewoon een beetje hier toe. Zo. En dan een beetje mijn ooghoek. Dit smeer ik uit met mijn vinger. Dan neem ik de andere kant van de sponsapplicator en daarmee ga ik in de lichtbruine kleur. En hiermee ga ik over het ooglid. En een beetje omhoog. En nu vervaag ik het randje een beetje met mijn vinger. En nu neem ik weer een ander sponsje en daarmee ga ik in de bronzen kleur. En hiermee zet ik een lijn boven mijn wimpers. En ook dit vervaag ik een beetje met mijn vinger. Nu neem ik een zwart oogpotlood van Max Factor. En daarmee zet ik een lijntje in mijn oog. Dat gaat lekker snel, makkelijk. Dus gewoon zo doet en dan oog dicht en omhoog drukken. En ik ga nooit helemaal naar binnen toe. Ik doe hem ongeveer tot hier. En dan smudge je het vanzelf al helemaal mooi. Tijd voor mascara. Ik gebruik de Rimmel Scandalize Flex. Dan de blush. En ik gebruik deze van de HEMA nummer 6. Die vind ik zo mooi. En ik gebruik gewoon mijn poederkwast daarvoor. Lekker makkelijk. En op mijn lippen gebruik ik de NYC Kiss Gloss in Sugar Hill Shimmer 529. Dat is een nude lipglossje. En dat is een make-up look. Dan ga ik nog heel even het haar doen. En het is natuurlijk een back to school look. Dus het moet lekker snel en makkelijk en goedkoop. En ik krijg zoveel vragen over die Nikki knot. Dat ik hem nu eventjes langzaam ga laten zien aan jullie. Oké, mijn haar is gisteren helemaal gewassen en gekruld en alles. Dus ideaal om nu zo'n knot te maken. Dat doe je als volgt. Je neemt de elastiek om je pols. Dan doe je je haar. Dat borstel je even door. Ik heb het idee dat als ik doorborstel en het wordt wat fluffier en zo, dat het dan nog beter gaat. Het is ideaal als je haast hebt en je hebt pluizig haar en je wilt even snel opsteken. Dan gaat dit lekker makkelijk. Let op, je doet hem naar voren. Dan pak je hem op de hoogte die je wil. Dit is de hand met elastiek. Dit is de hand zonder elastiek. Nou, ik ben linkshandig, dus ja, doe het gewoon met de hand waar jij goed mee bent. Daarmee doe je het elastiek. Dan pak je dit zo vast. Trek je dat elastiek door hem heen. Kijk, en dan gaan de puntjes, dit, ga je tot het randje, tot waar het elastiek zit hier. Maar niet eruit. Dus het zit nu zo.
jammer dat ik donker haar heb, anders zou je het beter kunnen zien. Dan draai je dat elastiek met die hand van achter naar voor. Pak je zo. Dit is die lus. Draai je zo. Pak je zo vast. Geef je hem over aan de andere hand. Trek je dit er overheen. En nou komt het tricky gedeelte. Je doet hem zeg maar... Kijk, dit is de onderkant van die lus, hè. Je doet hem zo, zodat een klein stukje lus hier onder dat elastiek blijft. Klein beetje maar. En dit is zeg maar de basis. Dus je hebt eigenlijk die lus dubbel geklapt. Zo, en nu neem je dit en dat trek je zo opzij. Tadaa! En dit kan je eventueel vastzetten met speldjes. En het lukt dus, zoals je nu ziet, altijd beter als mijn haar iets frizier is. Dus ja, wat dat betreft is het perfect als je haar een beetje pluizig is en lastig. Dan gaat dit alleen maar beter. En that's it. Dit is mijn back to school look voor 2013. Oh, nog één ding. Ook al ben ik al een paar jaar klaar met studeren en school en dat soort dingen. Ik vind het toch heel erg leuk om schoolspullen te bekijken. En dit spotte ik bij de HEMA. Boekjes waarvan eentje verdacht veel op het Victoria's Secret patroon lijkt. Dus dit is duidelijk gepikt van Victoria's Secret. Maar dat maakt niet uit. Een handig boekje. Dit is nu mijn to-do boekje. Dus een tip voor jullie. En dit was de back to school look. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doeg!